Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 2.3, weefsels. In eerdere video's hebben we gekeken naar organismen en naar organen. In deze video zoomen we nog wat verder in en kijken we hoe organen zijn opgebouwd uit verschillende weefsels. Aan het eind van deze video kun je uitleggen welke verschillende weefsels we in ons lichaam tegenkomen en welke weefsels we in planten kunnen herkennen. In de eerste video over dit thema hebben we gekeken naar organismen. We hebben toen ook gezien dat een organisme bestaat uit verschillende orgaanstelsels. Een orgaanstelsel is een groep organen die samenwerkt aan een functie binnen een organisme, zoals bijvoorbeeld aan de ademhaling. Elk orgaan heeft binnen dat orgaanstelsel dus zijn eigen functie, zoals het hart dat de functie heeft het bloed rond te pompen. Een orgaan is op zijn beurt weer opgebouwd uit verschillende weefsels. Groepen cellen die ongeveer hetzelfde zijn en die binnen het orgaan hun eigen functie vertonen. Elk weefsel is dus opgebouwd uit cellen, de kleinste bouwstenen van het lichaam. Een weefsel bestaat uit cellen en uit tussencelstof. Elk weefsel heeft zijn eigen functie, daarom zien ook de cellen in elk weefsel er anders uit. Een weefsel bestaat uit cellen. Hoe de cellen er in een weefsel uitzien, wordt bepaald door de taak dat een weefsel heeft. Je kunt dus aan de vorm van de cellen vaak al zien welke taak de cellen hebben. Weefsels bestaan niet alleen uit cellen. Een groot gedeelte bestaat uit tussencelstof die de cellen in een weefsel bij elkaar houdt. Tussencelstof is het materiaal tussen de cellen. De tussencelstof bestaat uit eiwitten en suikers die door cellen worden gemaakt en uitgescheiden. En ook de tussencelstof verschilt in elk weefsel. In bloed is de tussencelstof vloeibaar. In botweefsel is de tussencelstof heel stevig. In spierweefsel is dat juist flexibel. Behalve de cellen bepaalt dus ook de tussencelstof welke taak een weefsel kan uitvoeren. Botweefsel, dat als taak heeft om stevigheid te bieden, bestaat uit botcellen met veel uitsteeksels. De tussencelstof bevat veel kalk, waardoor het weefsel heel hard wordt. Superhandig dus! Zenuwweefsel heeft als taak om signalen door te geven. De cellen zijn daarom vaak lang en hebben veel uitlopers. De tussencelstof is flexibel. Zenuwweefsel heeft vaak veel tussencelstof. Spierweefsel zorgt dat we kunnen bewegen. De cellen moeten daarom dicht bij elkaar liggen, zodat ze tegelijkertijd kunnen samentrekken. Dat maakt een gecontroleerde beweging mogelijk. Er is daarom weinig tussencelstof aanwezig. En niet alleen dieren hebben weefsels, ook planten bestaan uit verschillende weefsels. Het opperhuidweefsel bestaat uit cellen die de plant beschermen. Dat kunnen we mooi zien wanneer we een blad door zouden snijden. Aan de boven- en de onderkant van het blad zien we een laagje cellen dat dicht tegen elkaar aan ligt. Dat is handig, want dat beschermt. Er kan dan niks doorheen, omdat de cellen zo dicht tegen elkaar aan liggen. Dat noemen we het opperhuidweefsel. Maar we weten dat planten via hun bladeren koolstofdioxide opnemen voor de fotosynthese. Dat kan niet door de opperhuid heen. Daarvoor zijn er aan de onderkant van de bladeren huidmondjes aanwezig. Via de huidmondjes kan de koolstofdioxide in het blad naar binnen, zodat het gebruikt kan worden in de fotosynthese. Maar via de huidmondjes kan ook water naar buiten. Daardoor kan de plant uitdrogen. Verliest een plant te veel water, dan kan hij zijn huidmondjes sluiten. Het water blijft dan in het blad. Planten en bomen groeien, maar niet alleen omhoog, maar ook in de dikte. Dit gebeurt door het cambium dat als een dunne laag bijna aan de buitenkant van de boom ligt. Deze cellen vormen samen nieuwe cellen aan de binnenkant van de boom. Het cambium blijft dus steeds aan de buitenkant liggen. In de lente, wanneer er veel water beschikbaar is, zullen de nieuwe cellen veel vocht opnemen. De gevormde houtlaag is dan dik en licht van kleur. In de zomer, wanneer er minder water is, nemen de cellen niet zoveel water op. Ze komen dan dicht bij elkaar te liggen. De laag die in de zomer gevormd wordt, is daarom donkerder van kleur. Het lentehout en het zomerhout vormt samen een jaarring. Daaraan kan je zien hoe oud een boom is. Maar je kan ook aan de jaarringen zien wat het klimaat was.
zijn lichte lagen breder dan de donkere lagen, dan was er langere tijd voldoende water beschikbaar. Zijn de lichtere lagen echter smaller dan de donkere lagen, dan was er dus maar kort voldoende water beschikbaar. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!